Ja, een schitterende cross gezien. Maar ja, voor jullie denk ik toch dat de teleurstelling overheerst. Uiteindelijk denk ik waar je mee begint, dat hebben we zeker. En het publiek is een grote winnaar. Wij hadden liever zelf gewonnen, zonder meer. Daarvoor waren we hier gekomen. Maar als je uiteindelijk de sprint kijkt, is Mathieu gewoon eerder bij de finish. Wout zegt zelf in het interview, ik heb misschien vandaag wel een beetje laf gereden. Maar dat was ook omdat ik nergens een kans zag om iets te doen. Ja, ik denk dat Mathieu echt de eerste helft ook echt een paar hele grote speldenprikken uitdeelde. Waar hij ook Wout zeker mee onder druk zette. En dan uiteindelijk krijg je een koers waar ze nergens echt een punt hebben waar ze eraf kunnen rijden. De verwachting was natuurlijk dat Mathieu beter over de balken zou springen dan Wout. En dat hij daar iets ging proberen. Nou, daar deed Wout volgens mij vandaag hele goede zaken. En dan rijden ze met z'n tweeën naar de sprint toe. Maakt Wout dan ergens wel een foutje? Ik kan niet zeggen dat Wout een foutje maakte. Achteraf zou je misschien kunnen zeggen dat Wout hem aan had moeten gaan onderaan. Maar ik weet niet hoe de benen van Wout op dat moment waren. Het bewijst wel weer hoe enorm die twee aan elkaar gewaagd zijn. Hè? Ja, uiteindelijk zie je dat ze echt elkaar niet ver ontlopen. En de ene keer wint Wout, de andere keer Mathieu. Nou, ik weet, deze hadden wij ook heel graag hier willen winnen. Maar ja, moeten we nog een jaartje wachten. Als ik een beetje de wedstrijd zag, dan dacht ik van Wout moet het misschien van zijn inhoud in het tweede gedeelte juist hebben. Maar dat kwam er niet echt uit. Ja, uiteindelijk bleven ze aan elkaar gewaagd en was er niet echt een punt. Ik denk dat de koers zoals we gisteren zagen, had je echt een punt wat ook fysiek heel zwaar was. Nou, dat was waar de eerste 2-3 ronden Mathieu het ook probeerde. Maar dat was niet zwaar genoeg vandaag voor die twee om het verschil te maken. Als je het seizoen van Wout gaat bekijken, had hij nog iets anders moeten indelen? Of was dit toch veldrittechnisch gezien de beste aanloop? Ik denk dat we daar gewoon een goed plan voor gemaakt hebben. En dat we ook gezien hebben dat het fysiek ook op een heel hoog niveau was. En uiteindelijk moeten we misschien iets verderop daar nog eens een keer over terugpraten. Maar op dit moment denk ik dat Wout gewoon echt er klaar voor was. Maakt dit zijn honger richting het voorjaar, richting de Vlaamse klassiekers alleen maar groter om Mathieu daar weer te verslaan? Nou, die honger is altijd wel groot. En ik denk dat die honger bij Mathieu ook wel blijft. Dus ik weet niet of daar vandaag het verschil in gemaakt is. Het publiek is de winnaar. Ik denk het zeker wel. Ik bedoel, Mathieu is de winnaar, maar ook het publiek. We hebben echt een fantastische cross gezien en echt heel veel mensen.